een redelijk andere mening horen van professor Bas Jacobs. Ik zal de introductie verder aan u danken. Ja, dankjewel. Dank ook voor de uitnodiging. Ik ben er een beetje ingeluisterd door jullie collega's, want ik had me voorgenomen om niet zo vaak meer over het basisinkomen te praten. Want ik merk dat ik buitengewoon weinig effectief ben in mijn argumentatie om mensen te overtuigen dat het niet zo'n goed idee is. En ik zag ook vandaag in deze zaal dat de meerderheid, verreweg de meerderheid van de mensen hier, heel erg voorstander is van het basisinkomen. Dus ja, ik kan zeggen, misschien heb ik nog heel veel missiewerk te verrichten. Ja. Of misschien ga ik vanavond weer naar huis toe met het gevoel, ik heb mijn avond weer verspeeld. Hoe dan ook, ik ben blij dat ik hier mag zijn. Ik heb buitengewoon veel sympathie voor het idee van een pan-Europese partij. En ik wil jullie daarin hartstikke steunen. Want ik denk dat we als landen in Europa veel meer met elkaar gemeen hebben dan de politiek die je af en toe krijgt. Voorgeschoteld van dat iedereen tegenover elkaar staat in Europa. En yeah. Ik wil jullie daarvoor heel erg ondersteunen. Het basisinkomen. Het is al gezegd, voor mij het kenmerk van een basisinkomen is dat het universeel is, dat het individueel is en dat het onconditioneel is. En dat iedereen het krijgt. Je kan daar wel een discussie voeren over wat zit er dan allemaal onder. Gaat het dan bijvoorbeeld ook de WW vervangen? Of de ziektewet? Of de AOW? Of de, dus je kan de discussie voeren, wil je die ziekteuitkeringen hebben? Ik zie een aantal mensen ja knikken. Dat heeft nogal ingrijpende consequenties. Ik weet niet, zit er hier iemand in de zaal die toevallig een ziektewet of een WAO-uitkering krijgt? Hoeveel krijgt u? Ja, of 400. Dat is niet zoveel. Bij een basisinkomen zou u substantieel meer krijgen waarschijnlijk. Ik heb ook wel eens in een zaal gezeten waarin iemand in een rol zat. En die kreeg 2400 en die zou, met de pleitbezorger van het basisinkomen van zeg 1200 per maand, zou in een inkomen gehalveerd worden. Dus het is nogal een consequentie of je die meeneemt of niet. Als ik over het basisinkomen nadenk, zie ik twee argumenten die door de voorstanders worden ingebracht waar ik het hartstikke mee eens ben. Het eerste is dat de overheidsbureaucratie bij de bijstand en de uitvoering daarvan soms Kafka-esk mensonterend is. Grote inbreuken doet op de individuele vrijheid, soms achter de voordeur gecontroleerd moet worden, enzovoort enzoverder. Daarnaast heb je al die reïntegratietrajecten, herscholing en noem maar op. Mensen worden enorm achter hun broek aangezet. Dus als je een basisinkomen zou invoeren, ben je daar allemaal vanaf. Die conditionaliteit in de bijstand is naar mijn opvatting niet heel effectief. Het is erg invasief. En het is denk ik als econoom geredeneerd heel erg ondoelmatig. Het idee is dat we mensen achter een broek aanzitten om te voorkomen dat mensen op kosten van het collectief een uitkering krijgen. En we willen mensen die wel kunnen, maar niet willen, geen uitkering geven. Maar we willen mensen die niet willen, die niet kunnen, maar wel willen, wel een uitkering geven. Dus al die bureaucratie is er om een reden. Maar goed, je kan misschien nadenken, misschien zijn de kosten van een paar mensen die niet willen, wel veel lager dan de kosten van de huidige uitvoeringsbureaucratie. En dus zou je om die reden misschien willen overwegen om die conditionaliteit in de bijstand te verminderen. Stap vooruit is dan, wil je dan ook een basisinkomen? Hoe dan ook. Waarom ik uiteindelijk niet voor een basisinkomen ben, heeft te maken met dat, het is al gezegd, ik als econoom het de meest ondoelmatige manier van inkomen herverdelen denkbaar vind. Want in het huidige uitkeringsstelsel en belastingstelsel, meneer de Hond die zei het al, hebben we een heel fijnmazig systeem opgetuigd, omdat we vinden dat bepaalde mensen meer recht hebben op ondersteuning dan anderen. Iemand die ziek is, bijvoorbeeld een psychiatrisch patiënt of een gehandicapte, iemand die werkloos is, iemand die arbeidsongeschikt is, of iemand die oud is, die is minder goed in staat om een inkomen te verwerven dan iemand die gewoon werk heeft, iemand die gezond is, iemand die gewoon in de beroepsbevolking zit enzovoort. Dus we conditioneren onze huidige uitkeringen op maatstaven voor wat wij vinden wat redelijk is om rekening mee te houden bij onze herverdeling. We willen geld geven aan mensen die om wat voor reden dan ook niet goed in staat zijn om voor zichzelf te kunnen zorgen. We willen geen geld geven aan mensen die gezond zijn van lijf en leven. Om dezelfde reden willen we ook
in onze uitkeringen niet geld geven aan mensen met een partner die voldoende inkomen heeft. We willen ook in de huidige sociale zekerheid, bij de bijstand, niet geld geven aan mensen die een fortuin hebben vergaard en miljoenen op de bank hebben staan. Vermogenstoetsen. Waarom ik tegen een basisinkomen ben, is dat we alle mensen die we nu geen geld geven, dat ineens wel gaan doen. Dus de hoogleraar economie krijgt een basisinkomen. De Bill Gates'en van de wereld krijgen een basisinkomen. En de huisvrouw. De partners van rijke eerste verdieners krijgen een basisinkomen. Dus we gaan heel veel geld geven aan mensen die dat nu niet ontvangen. Omdat we nu vinden dat we, gezien hun inkomen, gezien het inkomen van een partner of gezien hun vermogen, prima in staat zijn om een eigen broek op te houden. En het wordt nog erger op het moment dus dat je de basisinkomen ter vervanging laat komen van het huidige systeem van uitkeringen voor ziekte, ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ouderdom. Want dan ga je geld weghalen bij mensen die nu ziek, werkloos, oud arbeidsongeschikt zijn. En dat geven aan mensen die dat allemaal niet zijn. Tenminste, als de belastingdruk niet omhoog gaat. Want het geld moet ergens vandaan komen. Als je hetzelfde budget gaat verdelen onder meer mensen, blijft er voor iedereen minder over. Dus ook voor al die mensen die we nu vinden dat die recht hebben op ondersteuning van de staat. Ik zie dat er allemaal vragen zijn, maar ik stel het op prijs als ik mijn betoog mag aflossen. Als je het bestaande budget gaat herverdelen onder meer mensen, is de onvermijdelijke consequentie dat je minder geld geeft aan alle mensen die nu recht hebben op ondersteuning. Dus op dat moment wordt, als je het budget constant houdt, het basisinkomen tot een linkse schaamlap, waar echt iedereen die een links hart heeft, diep voor zou moeten schamen, want dan zou je op minder dan de helft van het bestaansminimum uitkomen. Nou, dan kan je het budget verhogen, en dat is natuurlijk heel veel mensen graag zouden willen, maar dan komt de econoom om de hoek kijken. Als je het budget wil verhogen, moeten we met z'n allen meer belasting gaan betalen. En belastingen zijn schadelijk voor de economie. Als je een basisinkomen op het bestaansminimum wil invoeren, zeg van rond 1200 euro per maand voor iedere Nederlander, heb je ongeveer per jaar zo'n 15.000 euro nodig. BBP per hoofd is ongeveer 45.000 euro. Dus we hebben ongeveer 1/3 van het BBP nodig om iedere Nederlander een basisinkomen te geven. En dan moeten we alle andere dingen nog van betalen. Nog extra gaan betalen. Dus de politie en de justitie. Het onderwijs en het leger. En nou ja, gaan ze maar door. Dus alles moet nog betaald worden. En dan moet je 1/3 van ons nationaal inkomen even grofweg opzij zetten. Voor. Nou, dan kan je zeggen, van kinderen tellen we niet mee. Die gaan bijna, dan gaat het wel een stuk omlaag. Nou ja, uiteindelijk, er is net een getal van 170 miljard genoemd. Dat is een procentje of 20 van het BBP. Er gaan allerlei dingen gebeuren met als je belastingen in die orde van grootte gaat verhogen. En daar heb ik sommen over gemaakt samen met collega's van het CPB. En uit die sommen komt ongeveer het volgende. Dus als je dat door het CPB-model draait, een basisinkomen van de helft van het bestaansminimum. Dus dat is echt voor mensen die nu in de bijstand zitten, is dat echt een totale ramp. Een helft van het bestaansminimum, daarvoor moeten we in Nederland de belastingen over de hele linie met een procentje of 8 van het nationaal inkomen verhogen. Dat leidt tot een krimp van het nationaal inkomen met een procentje of 5. Een vermindering van de werkgelegenheid met een procentje of 5. Want door die hoge belastingen wordt er minder gewerkt, wordt minder ondernomen, er wordt minder geïnvesteerd enzovoort. Bovendien, niet onbelangrijk, de participatie van vrouwen krijgt een enorme dreun. Vrouwen in stellen zonder kinderen gaan 7% minder werken. 7% minder participatie van vrouwen, volgens onze beschattingen. Van vrouwen in stellen met kinderen gaat bijna een vijfde. 18% van die gaan volgens onze berekeningen stoppen met werken. Dus het heeft een enorme dreun voor de participatie van vrouwen. Dus dit basisinkomen, wat echt een schandalig laag inkomen is voor de mensen die nu op het minimum zitten, dat leidt al tot aanzienlijke macro-economische effecten. En waarom is dat? Dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Als je iedereen geld gaat geven die nu geen geld krijgt, moet je de belastingen verhogen. En dat leidt tot economische consequenties. Geen van de experimenten die we zien in de wereld leert ons iets
van de macro-economische consequenties. Want vaak worden experimenten gedaan met we geven een dorp, een gemeente of een aantal mensen in één land een bepaalde hoeveelheid geld extra, maar zonder dat we de belastingen gaan verhogen bij anderen. Dus we leren zelden iets van die experimenten, daarom gebruiken we ook van die simulatiemodellen, bijvoorbeeld op het CPM, om de effecten voor de hele economie uit te rekenen. Want die experimenten zijn alsof er geld vanuit manna from heaven, vanuit manna op aarde neervalt, en dan gaan we kijken wat er gebeurt. Ja, natuurlijk krijgen we dat als er gratis geld is, dat niet bestaat, maar als er gratis, krijgen we natuurlijk allemaal gunstige effecten. Maar het geld moet altijd eerst ergens opgehaald worden, en als je dat niet meeneemt in je experiment of in je analyse, maak je een fout aan. Dus het basisinkomen is een heel ondoelmatig herverdelingsinstrument. We gaan geld ophalen bij mensen die nu ondersteuning krijgen om dat te geven aan mensen die dat niet nodig hebben. Dus ik denk dat dat niet, dit is een politiek oordeel, niet een economisch oordeel. Ik denk dat het niet rechtvaardig is. Ik denk dat er goede redenen zijn dat we onze uitkeringen conditioneren op het feit dat mensen wel of niet in staat zijn om te werken. En of mensen wel of niet een hoog inkomen hebben, een partner een hoog inkomen heeft, of dat ze vermogen hebben. Als je dat allemaal niet meer wil, ja prima. Maar dan ben je dus als een gek geld aan het rondpompen. Maar economisch gezien is het buitengewoon schadelijk. En je hebt dus extreem hoge belastingen nodig om iedereen een sociaal minimum te geven, waarbij je echt serieuze schade krijgt voor de economie. En de welvaartsverliezen en de economische verliezen zijn zeer groot. En ik ga nu tot mijn afsluiting komen. Ik denk nogmaals dat de mensen van het basisinkomen, de pleitbezorgers, een aantal goede punten benadrukken. Die hebben te maken met de efficiëntie en de doelmatigheid en de eerlijkheid van onze huidige sociale zekerheid. Kunnen we niet kijken of er wat minder conditionaliteit, wat minder mensen achter een broek aan zitten in de bijstand? Want we hebben een gegarandeerd minimum. Maar daar zijn allerlei voorwaarden aan verbonden. Misschien moeten we die voorwaarden wat versoepelen. Bijvoorbeeld minder sollicitatieplicht, meer mensen vrijheid geven, meer mogelijkheden om bij te verdienen. Dat zijn allemaal oplossingsrichtingen waar ik denk, daar moet je mee experimenteren. Maar ik zou er geen voorstander van zijn om vervolgens ook de hoogleraar economie een basisinkomen te geven. Of de multimiljonair die binnen is gelopen met zijn bedrijf. Of de spreekwoordelijke vrouw van de tandarts. En ik zou het nog erger vinden als we het geld van de basisinkomen weg gaan halen bij de zieken, de arbeidsongeschikten en de ouderen en de werklozen, om dat te geven aan alle mensen die dat niet zijn. Dat zou ik echt onrechtvaardig vinden. Dus om die redenen ben ik geen voorstander van een basisinkomen. Ik vind wel dat de pleitbezorgers een aantal interessante argumenten te berde brengen waar je verder over zou kunnen nadenken. Dank u wel.